Volgens mij zijn we live, dames en heren. Volgens mij zijn we live. Eens even kijken hoor. Starten. Je stream wordt ontvangen. En we hebben Raoul. Iets zei van de vorige keer. En dan zie ik nu dat hij nog steeds even geduld heeft. Het begint binnenkort. Dat is natuurlijk heel erg leuk en aardig allemaal. Maar we willen dat hij nu begint. Dus gaat hij dan werken? Hij werkt. Hij werkt. Say hello, hello, hello. From the other side. Zoiets meer, denk ik. Niet precies hoor. Kijken. Pam, pam, pam. Tot nu toe hebben we één kijker. Ik kijk even op mijn eigen webcam goed gezet. Ja, zo is je ongeveer goed, denk ik. Zo heb ik het idee dat hij iets beter staat. Beste stream tot nu toe. Dat klinkt al goed. Nu al. Nu al, jongens. Nu al. Ja, we gaan vandaag door met de livestream. Yo, Vettel van Gaming. De livestream met de serie, de divisieserie. Het is inmiddels al een tijd geleden dat we die gedaan hebben. Dus je kunt nog wel even een korte reminder doen van de voorgaande keren dat we dat gespeeld hebben. Dus dat gaan we dan ook even doen. Divisies 1, 2 en 3. We hebben gewoon op basis van het aantal sterren hebben we de divisies ingedeeld. En in divisie 1 zaten, nou ja, daar zaten dus de beste 10 teams, dat boeit niet zoveel. In divisie 2 zaten de 10 teams die daarna het beste waren en de rest zat allemaal in divisie 3. En het zijn er inmiddels een hele hoop, dat zijn er een heel erg veel. Dat zijn alle nieuwe, we hebben weer 2 nieuwe teams erbij. Ik kan ze even kort laten zien. Dat is WV Het Stadion en HRC Hoorn, deze twee, plop plop, daar zijn ze. HRC Hoorn met dit team. Sjoerd Bakker is daar best wel goed. Dus ja, die gaan in de eerste divisie zeker wel wat kunnen klaarspelen. En deze hebben we als tweede team. Dat is het Joris Kroon, Lennart Bult, Jody van Lint, Thijs Opdel en Tom van Lint. Het team van WV Het Stadion, waarvan ik trouwens het shirt echt insane vind. Vettelfan heeft ze weer allebei gemaakt. Ik vind die van Hoorn ook echt super vet. Je ziet gewoon dat het klopt als je de mini-mio ziet. En deze is echt in-game echt net als in het echt gewoon geweldig. Dus bedankt daarvoor weer, Vettelfan. En dan gaan we zo meteen door naar de livestream. Ik zie dat het meer op een schaduw lijkt, mijn hoofd. Die lamp is nou echt wel ziek heet gewoon. Oh, jemig. Au. Ik weet niet of het beter is voor jullie. Wordt hier wel door verblind zowat. Geen probleem. Dat is mooi, want dan heb ik niets meer. Zo, oké. Okay. Dus die moet maar zo gaan zitten, zie ik in het licht. Doe het met alle plezier. Oké. Okay. Hallo, Cycling Games. Ik merk dat er al veel mensen zijn. We hebben al 6 kijkers, 2 berichten per minuut. Kijk, nikkert. We hebben shirts nodig. Goed, we gaan zo meteen weer door. Goed, in de eerste divisie zaten dus een aantal mensen. Waaronder ook, onder andere, mensen als... Ik ga het eventjes snel voorlezen. Uit Hoorn en BKCP, Corendon. Maar die teams die deden het helaas niet. Dat werkte gewoon niet. Later werkte de UWC het Hoorn wel weer, maar niet met Stijn Ruiter. En dus hadden we eigenlijk alsnog helemaal niks aan. En dat was vrij irritant. Dus dat heb ik toch geprobeerd op te lossen. Goed, logisch was ook dat ondanks dat Middelkamp ook geen punten haalde. Uit Hoorn en BKCP degradeerden. Dus die zijn nu in de tweede divisie. En vanuit de tweede divisie tegen promoveerden dan weer 2 teams. En dat waren de Jongrenner en NWVG, de Noordelijke Zwielenvereniging Groningen. Die zitten dus vanaf nu in divisie 1. En ik heb het nu opgelost. We rijden dus zelfs met Paddy Freiters, met Stijn Ruiter, met alle renners rijden we. Omdat ik een speciale startlist heb gemaakt. En jullie mogen de eerste die zegt...
De eerste die zegt welke etappe je wilt doen, die spelen we als eerste in divisie 3. Ik zie dat Martijn Koudijzer er ook weer is. Martijn heeft nog geen team gekozen om het even snel over te hebben. Nick heeft Westland. Noah heeft die JVR, waarvan Manuel Michielsen nu dus ook weer alle wedstrijden rijdt. Dat is ook weer opgelost. Gabriel is er nu nog even niet, heeft Avanti. Arjan is er wel, heeft Delta. Jurre heeft Amstel. Raoul heeft de volharding gekozen. Stefan, dat is volgens mij, dat ben ik even vergeten, is dat niet gewoon... Nee, dit is niet de bedoeling van niks. Stefan is gewoon Stefan Jespersson, die heeft de jonge renner gekozen. De Dutch Renaat, a.k.a. de Dutch Renaat, RTV. Marissa heeft Capenga gekozen. Max is de broer van Nick, die heeft Monkey Town. Ruben van der Peil heeft Wiedersson gekozen. Frank van der Broek, Zwift. Abel van Soest heeft De Mol gekozen. Jesse Sietema is voor zijn eigen club WV Eemland gegaan. Nathan is voor De Adelaar gegaan. En Filip, omdat Capenga al was gekozen, ging hij voor De Peddelaars. En Gabriel is er ook weer zo te zien. Ik zie dat Vettelfan de eerste is geweest die zei Wateringen. En dan ben ik Wateringen. Goed, we gaan even kijken Wateringen. Of die er wel tussen zit. En zo ja, dan hebben we dus de eerste wedstrijd binnen. Dus even kijken hoor. Wateringen, zeg ik het wel goed. Het zegt me niet veel eigenlijk. Het zat er wel in. Wateringen. Snel heeft iedereen wel getypt. Als Wateringen er niet bij zit, gaan we gewoon de Flevo Tour doen. Nou, jij kent deze database dus duidelijk niet goed. Want Wateringen zit er gewoon niet bij. Nee, Wateringen. Wel oude water. Blikje in die oude water. Als ik me goed herinner, heb ik gewoon precies die race, die Flevo Tour. Nee, een grapje. Ik dacht dat ik daar de startlijst al klaar had. Nou, dan moeten we dat even heel snel in gaan stellen. En terwijl ik dat heb gezegd, heb ik hem alweer klaargezet. Dus rustig aan, dames en heren. Het is alweer geregeld. We hebben hem bij deze top class. Laatste week Flevo. We gaan trouwens niet super lang livestreamen. Dit omdat... Oh, verdorie. Ik kies het verkeerde team. Ik kies divisie 1. Dit is echt verschrikkelijk. Dames en heren, dit is niet leuk, hè? Nee, dit is niet leuk. Want hierdoor kost het allemaal tijd. Ik heb het zo vaak geoefend en zo vaak gedaan om te kijken of het snel ging. En toen dacht ik, jemig, laat ik eens compleet weer pesten op het moment dat het echt moet. En dan zit ik gewoon de verkeerde startlijst, de verkeerde divisie. En kost het weer een minuut van deze livestream. Goed, we gaan dus maar tot 9 uur livestreamen. Iets langer, iets korter, dat kan natuurlijk gewoon, maar in principe niet heel lang, want daar heb ik gewoon geen zin in. Het team wat ik heb is Zwift, even kijken of die er nog tussen zijn. Ja, hier is Zwift met ZW er, maar die gaat verder geen rol van betekenis spelen. Wij zien dat Piem. Hoe kies je, zegt Martijn Koudijzer. Hé, hey, yes, Sietema is er weer en die is er ook zelf blij mee. Capenga schrijft hij lekker voor je. Hij jammer vertelt dat je hem had gemaakt, Kas. Dat vind ik een beetje tegenwoordig. Is een beetje raar. We go online. Eén potje. Ben ik gedegradeerd? Goed. Allerlei vragen. Ik ga het nog even één keer snel herhalen. Teams in divisie 3 zijn momenteel AXA, Valleirenners, Hoorn, Oldenzaal, Spartaan, Breda, het Stadion, die nog niet gekozen is, nieuw team, Zaandam, Zwaluwe, Hansrenners, Veendam, Kempen, Pijnenburg, Peddelaars, Adelaar, Schijndel, Capenga, de Bad Towers. Die zijn gedegradeerd. Zitten in divisie 3. RTV, Trias, Van Arkel en De Mol. En die gaan dus nu rijden. En als we even gaan kijken naar de mensen die een team hebben gekozen, dan zie ik dat daar het team van Noah dus in rijdt, die is JVR. We hebben onder andere de Dutch Renaat die RTV heeft gekozen. Marissa van Putten met Capenga rijdt nu op dit moment mee. En verder zien we dat Abel van Soest de Mol heeft gekozen. En dat Filip met de Peddelaars meerijdt in deze wedstrijd. En zodra we bij divisie 2 aangekomen zijn, gaan we weer verder praten over het over de andere teams en over de mensen die dat zijn. En Martijn Koudijzer, jij kan nog flink wat teams kiezen. Dus ik zou zeggen, zie je een leuke ertussen, kies het dan gewoon. Dus dan mag je dat gewoon kiezen. En je mag ook vragen, dingen uit divisie 1 kiezen, als je dat zou willen. Alhoewel daar al best wel veel teams van gekozen zijn. Goed, het gevaar hier is dat er minder teams meedoen als dat je normaal zou verwachten. Al valt het met divisie 1 of 3, moet ik zeggen, wel mee. Want daar doen we gewoon
20 teams mee. Maar met divisie 1 is het gevaar dat er heel snel 6 mensen in de kopgroep zitten, terwijl er maar 10 in totaal meedoen. En dan heb je maar 4 teams die kunnen rijden. En als er een beetje goede renners tussen zitten, dan maakt die kop een goede kans om het te halen. Dus bij deze is het dan belangrijk dat je dus of gewoon mee zit in die kopgroep met een goede renner, of een goed team hebt die dus het gat wil dichten. Goed, even kijken. Hier zie je dus dat alle renners die er zitten er gewoon in. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld Rick Pluimers van AFV de Zwaluwe. Het volgens mij wel eens gezien, maar bijvoorbeeld Manuel Michielsen. Die zat er de vorige keer niet bij wegens probleempjes. Dat is dus nu opgelost. Rick Veenhoven zit erbij. Die was eerst ook nog niet erin. Lars Loha zit er ook voor het eerst in. En natuurlijk de mannen van Haart en Seehoorn. Zo ziet het shirt eruit in-game. En het shirt van het stadion is alleen maar vetter. Ze zitten nu een beetje achterin, dus we moeten ze even gaan zoeken. Hier achterin zitten alle mannen van het stadion. En dit is onder andere eentje van hen, Thijs op Wel. Maar goed, we gaan nu naar 10 mensen kijken. De kopgroep, die moeten nog 50 kilometer. Het zijn Frank van Meteren, Tim Sanneman, Visser. Het is Axel Dirks, Jonas de Porter. Onder andere weer Paulette, Van der Laan, Vonk, Mengelink en Stokkermans. Huub Stokkermans. Gaan we een beetje doorspoelen tot aan de laatste 20 kilometer. Wanneer het echt interessant begint te worden. Ik zie dat de kopgroep op zich wel goed samenwerkt. Maar dat dit gewoon veel sneller gaat met onder andere Niels Hogeveen hier zo, die volle bak op kop rijdt. We zien dat Koen van Liet ook meedoet met Mike Vliek. En nou ja, Capenga rijdt zelfs even mee. Er zijn dus genoeg mensen die dit niet willen laten lukken. Maar nu komt het meestal een moment dat het stil gaat vallen. Laatste 20 kilometer, kijk, nu gaat het stilvallen. En dan is het maar de vraag wie dan zin heeft om het gaatje te dichten. Het gaatje dat nu 1 minuut 13 is op deze mannen. En zodra deze niet gaan stilvallen, ja, het zijn er toch 10, hè. Het zijn er toch een hoop. Het kan gewoon gebeuren dat dat gaat lukken. Komt Jasper er ook in? Ik had hem niet gevonden op KMU, dus ik heb hem verder niet erin gedaan. Koen van Lid trouwens ook niet, maar daarvan wist ik wel zeker dat het een nieuweling was. Maar ik kon Jasper Benen, ik denk dat je het daarover hebt. Misschien volgend jaar als hij een keer een wedstrijd rijdt. Ik zal zeggen, haal hem over. Maar er komt inderdaad volgend jaar, weet ik nog niet. Maar ik denk in ieder geval over 2 jaar, als ik zelf ook junior ben, dan komt er denk ik junioren database uit. Als ik het dan nog leuk vind. Maar dan heb ik toch alle renners nog. Dus dan kan ik die automatisch erin zetten. En die shirts, ja, die kan ik de komende jaren natuurlijk gewoon nog gebruiken. Dat, dat blijft gewoon hetzelfde. Alleen soms verandert natuurlijk een beetje het shirt. Nou goed, misschien wil Nick dat dan wel doen. En zo niet, dan hebben we nog gewoon een oud shirt dat er enorm op lijkt. Dus dat is verder ook geen probleem. Maar die shirts veranderen ook niet dat het in één keer, boom, allemaal 30 andere shirts zijn. Dus wat dat betreft gaat het wel goed komen. Maar ik zie dat het nog 7,5 kilometer is. En dat de kopgroep, die precies 10 man kent, precies 10 punten is. Want ze gaan volgens de KMU. En dan doen we gewoon bij elke, we doen het ook bij klassiekers. Want je kan nu wel leuk 30 punten geven, want de Flevo Tour is, dat heeft geen zin. We gaan gewoon 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 punten geven. En dat betekent dus dat, ja, dat deze mannen het allemaal gaan redden. Maar peloton komt nog best wel dichtbij. Kijk maar eens, hier komen ze nog met Duivelshof, Bartels en Lohuis voor de sprintterrein van Oldenzaal. En dan gebeurt er hier ineens van alles nog wat. Jonas de Poorten gaat al aan, Mengelings zit in zijn wiel en Dirks rijdt er nog voor. Dat is een hele sterke renner van de Kempen. En hier komt dan de peloton, dan komt alles op het laatst nog samen. Gaat de Poort proberen over de stap te maken naar Dirks en valt in één keer alles stil. Van Meteren heeft nog wel de energie en toch ook weer niet. En dan komt in één keer de peloton en dan zit daar Axel Dirks. En denk ik dat hij net genoeg gaat hebben. Jawel, hij wint de etappe voor de boer en Dirven sprint dan nog mee in de peloton. Mitchell Vink wordt dan nog vierde en hebben we Rick Pluimers op plaats 5. En dan hebben we nog Lohuis, Veenhoven, pakken nog wat puntjes, Mengelink en Justin Brusje. En ook nog Dennis Willems. Dus de kopgroep heeft het gehouden. Axel Dirks heeft de etappe gewonnen, maar hij was toch ook zeker een van de sterkste in deze divisie. Dus dan vind ik het ook wel terecht dat je wint. Maar uit de kopgroep, dat is toch wel een redelijk groot verrassingje. Dus wat dat betreft heeft hij het heel knap gedaan, Dirks. En de boer pakt weer heel veel punten voor de adelaar. Nou, Dirven zet dan de Kempen gewoon op kop, zo kan je het noemen, want op deze manier pak je gewoon heel veel punten. We gaan goed kijken of we nu wat goed doen. 6e was Lohuis, 7 Veenhoven, Mengelink, Brusche. En de laatste, ja, dit is dus het nadeel van een livestream. Je hebt gewoon tussendoor even niks te bekijken, dus dat doen we dan ook niet. We gaan niks bekijken. We gaan gewoon kijken naar hoe de uitslag op het beeld staat. En inmiddels ben ik super snel alles aan het bijwerken. In de hoop dat jullie het geduld hebben
om dat te doen. En inmiddels zit ik ook gewoon random lulverhalen te vertellen. Want ja, je moet toch wat met je leven, dames en heren. Dus bij deze de camper gaan kop. Ik heb in totaal berekend dat die 18 punten hebben. Dan zie ik dat de Adelaar in totaal 10 heeft. Dat AXA gaat volgen op in totaal 7 punten. Dat Zwaluwen ook punten erbij pakt. En die pakken dan in totaal 6 punten. Oldenzaal pakt er in totaal 5. We hebben dus verschillende, eigenlijk veel verschillende renners. We gaan even dit doorspoelen. De DTS uit Zaandam, die pakken er toch ook nog netjes 4 met Veenhoven. Hadden misschien meer gehoopt, het is niet anders. Breda gedegradeerd, pakken er in totaal 3 door nog een goede kopgroepmanoeuvre van Mengelink. We hebben nog Brusche voor, oh wacht, DTS heeft er gewoon 6 joh door Brusche. En dan hebben we nog Willems, die hadden we al, dus hebben we in totaal 7 teams. En dan boeit de uitslag nu nog niet zo heel veel, want het is allemaal nog zo dicht op elkaar dat je kan zeggen dat het nog totaal niet gespeeld is. En dat de camper dus nu leidt voor de Adelaar. En dat de beste 4 promoveren. En dat dus nu dus ook nog AXA en Zwaluw zijn. En dan gaan we nu door naar divisie 2. En dan mogen jullie weer, degene die het snelste is, een... kijk hoor, ik krijg allemaal meldingen op mijn computer, maar volgens mij zijn jullie er nog. Volgens mij zijn jullie er nog. Ook als ik op negeren klik. Ja, jullie zijn er nog. Mooi. Kleine Hein wordt meteen gezegd. Maasvlei, Maasvlei, Emmen, Emmen, Emmen. Jammer, Kleine Hein is volgens mij een Emmen. Oh, en mijn PCM's gecrashed. Daar komen we echt nu pas achter. Jemig. Goed, teams in divisie 2. We hebben 4 promovendi's van divisie 3. Die er nu dus in zitten. Eemland, Volendam, Rudico en Willeprord. Willeprord ging op het randje nog de Kempen voorbij. Als grote verrassing dat de Kempen achterbleef in divisie 3. Ja, nu staan ze gewoon weer op kop. En over de serie gesproken. Eemland pakte de meeste punten en staat dus op 1 punt in de serie. Omdat die dus in divisie 3 eerste werden. En dan pak je 1 punt. Moet je in divisie 2 eerste. En dat was het geval voor MWVG. Dan pak je 2 punten in de serie. En word je in divisie 3 eerste. Dan pak je er 3. Maar MWVG en de jonge renners zijn er dus uit nu. Bij de tweede divisie. En hetzelfde geldt voor de Adelaar, Breda, Zwaluwen, Betouwers. Die zijn gedegradeerd. Monkey Town, Swift, Snelle, Wiel en Delta blijven erin. Eemland, Volendam, Rudico en Willebrod zijn erin gepromoveerd. En uit Hoorn en BKCP Corendon zijn er uitgedegradeerd. Uit divisie 1 en in Dinges. En dan moet ik nu even snel divisie 2. En dan gaan we Kleine Hein. Ik weet niet precies hoe die heet, hè. Topklas, streepje, Kleine Hein. Ik dacht gewoon Hein eigenlijk. Zo. Ja, hij doet het. Mooi. En dan gaan we weer het team zijn. Dat is in dit geval RTV. En dan zie je dus nu het moment. Dat dit is altijd heel leuk. Heb nare herinneringen aan Kleine Hein, zegt Philip. Och nee, laten we het er niet over hebben. Maar nu komt het moment dat het heel leuk gaat worden. Want het zit namelijk als volgt. Paddy Freitas was in de Maasvlaaier, was hij de kopman geweest. Maar volgens mij zie je dat nu ook gewoon. Ik bedoel, de grote favoriet. En wat dan zo spannend en leuk is, is dat Paddy wat zou ik nou zeggen? Oh ja, die is dan vaak degene die de race moet zien te domineren. Is hij dat nu ook de kopman? Nee, helaas niet. Hij staat nu helemaal daar. Maar In Maasvlaai is dat leuk, want dan moet hij dan alles van oplossen. De kopgroep terughalen en zo. En vaak krijgt hij dan toch nog wel hulp van bepaalde teams, maar goed. Divisie 2 is een hele leuke divisie, vind ik altijd zelf. Want er zitten goede teams tussen. Ook al minder goede teams die misschien toevallig uit divisie 3 zijn gepromoveerd. Dat is altijd wel grappig. Maar wat met name zo leuk is, is dat er maar liefst 4 teams degraderen, maar ook 2 promoveren. Dat er dus eigenlijk maar 4 teams zijn die gewoon erin blijven. En dat er dus eigenlijk een hele hoop gebeurt. En dat je dus overal moet kijken. Niet alleen naar de teams die veel punten halen. Maar ook nog eens naar de teams die weinig punten halen. En ook nog eens naar de teams die een beetje gemiddeld presteren. Eigenlijk moet je gewoon naar iedereen kijken. Want alles kan elk moment volle bak veranderen. En dan is het dus handig wat ik zei om in de kopgroep te gaan. Want er zijn maar 10 teams. En die Paddy Freitas die gaat niet op kop rijden. Monkey Town, Rudico en Willebrod van voren.
En wat zien we hier? Dat zijn de teams die niet meezitten in de kopgroep. Maar die denken ook, shit, wat heb ik gedaan? Want die moeten het nu wel gaan dichtrijden. En we zien dat TVC Sneller Wiel met kopman Luc van Gestel. Hebben die iemand mee? Nee, dus die gaan de rol oplossen. Monkey Town heeft ook niemand mee. Dus dat is dan wel weer aardig. Eens even kijken. We hebben het team van UWTC uit Hoorn. We hebben Eemland zit mee. Eemland, dat is het derde team, zie je. En dan hebben we Delta, dat is het slechtste team volgens de computer. En het vierde team is Swift. Dus Cycling Games vraagt of Larens Dorcentini volgend seizoen erin komt. Dat is natuurlijk met name een veld in die teams. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik denk het wel. Want ja, het hoort er gewoon bij. Ik wil gewoon alle nieuwelingen wil ik er gewoon in hebben. Dus Larens Dorcentini hoort daar natuurlijk gewoon bij. En we gaan even doorspoelen. Dus ja, Larens Dorcentini, komt het erin? Ik weet het niet. Het is natuurlijk wel een leuk team. Verschillende nieuwelingen ook, dacht ik. En ze fietsen ook nog wel eens wedstrijden. Maar volgens mij doen ze dat dan voor hun gewone clubteam. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet meer zeker. Maar ik dacht dat ik Luc Verburg laatst een wedstrijd gewoon voor Westland Wilfuit zag rijden. De districtskampioenschappen, daar was ik toen bij. Goed, kopgroep gaan ze het dit keer wel redden. Vier man was dus een hoop. Hè. De helft van peloton, maar goed, tien was dat eigenlijk ook. Dus wat dat betreft hebben ze evenveel kans. Ziet het er toch naar uit dat het niet gaat lukken. Maar dan toch komt die laatste snik nog. En die is toch wat lastig, zo blijkt. Want ook hier hebben ze moeite om die laatste 40 seconden dicht te rijden. En gaan we inmiddels naar de laatste 9 kilometer van de wedstrijd. Zien we dat de treintjes worden gevormd. Top 10 krijgen weer punten. We gaan kijken wie het gaan worden. Niels van Eken zit hier klaar met zijn 72 sprint. Maar we kijken met name naar hem natuurlijk. En naar Luc van Gestel. Hij heeft weliswaar 71 sprint, maar is toch de grote favoriet volgens de computer. Het gaat toch niet super hard in de kopgroep. Zo'n gevoel heb ik. Want Ian van den Berg hangt er nog steeds aan met zijn 45 uithoudingsvermogen. Nu dan. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat Drost een beetje aan de pedalen staan. En dan blijft Ian van den Berg er nog bij. En dat is een slecht teken voor de kopgroep. Want die is al dood en die kan het zelfs nog bijhouden. En dan komt hier in één keer dat treintje van 4 man voor Monkey Town. En die moeten dan de 20 seconden nog steeds gaan dichten. Dat is bij deze gebeurd. Kopgroep heeft mooi geprobeerd. Is niet gelukt. En dan blokken ze nog Niels van Ekeren. En dan hebben we ineens via rechts Arjan Polai. Via het gepromoveerde Rudico. En die gaan proberen dan toch nog de winst naar zich toe te slepen. Maar we hebben hier 3 man van Monkey Town die alle 3 in de punten kunnen vallen. En ze spelen het dus gewoon het slimst. Tim Winter doet de lead-out voor Niels van Ekeren. Die komt veel te veel power tekort. Of haalt hij het dan toch nog? Oei, 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 hij haalt het nog. Niels van Ekeren wint het omloop van door het land van Kleine Hein. En kijk, Paddy Vrijks voor het 4e. Bas van Bellen zit daar nog tussen op plek 3. En de rest is geschiedenis. We hebben een top 10. We hebben de punten verdeeld. Dit is iemand die probeert de bussluis bij ons door te gaan. En die dan zijn airbag eraf laat knallen. Dus mocht je wat horen, dan is dat het. Dan hoor je dat. En dan is het gewoon klaar. En dan mag je naar huis met je airbag. Heel stom. Maar die mensen hebben elke week die dan gewoon in die bussluis gaan. En dan gewoon het voor zichzelf verpesten. Dus mocht je ooit op fanbezoek komen. Nee, dat gaat toch niet gebeuren. Ga dan niet over die bussluis. Dat was een beetje het systeem. Iedereen die nu punten heeft gehaald, mag zichzelf toch al een soort met van veilig stellen. Boshoven, hey, Boshoven wordt zeven, dat hebben we nog niet eens gezien. Dat is heel erg netjes. Hillemans. Ik dacht echt dat Polijn zou winnen, eerlijk gezegd. Ik dacht het echt. Maar nee, niks was minder waar. Het was toch Van Ekeren die even nodig had om op stoom te komen. Maar daarna, flops, zo op de finish was. Hartstikke idee. We gaan eens even kijken. We beginnen met Monkey Town. Hoeveel punten hebben die? Jullie zien natuurlijk niks, maar dat boeit niet. Gewoon 10 punten. Dat is dan toch wel weer jammer. Die Tim Winter, die wordt 12e. Dan het volgende team, dat is Rudico. En die gaan dan aan de leiding door die punten. Want die pakken met Paulijn niet alleen 9 punten, maar overigens met Hillemans 3 komen ze in totaal 12. Dan naar Swift. Die hebben alleen met Van Bellen punten gepakt. Dat betekent dat zij dus in totaal 8 punten krijgen. Vrijters is voor BKCP. Nou, die kan maar in zijn eentje zijn. Dus die heeft er gewoon 7. Dat is gewoon goed voor Paddy Vrijters. Dan naar Eemland. Eemland heeft met
Bastiaan de Blom de 6 punten behaald die ze leuk vonden. Het snelle wiel dan vervolgens. Kijk, we hebben ze bijna allemaal gewoon... al, volgens mij hebben ze allemaal al bijna in één keer punten gepakt. Er is echt maar één team of zo die geen punten gepakt. Snelle wiel, 5 punten met Van Gestel. 4 punten voor Delta. Die staan dan op dat moment ook nog op degraderen. Dus dat is dan wel weer interessant. Mokito, Rudico staan promoveren. Delta en alles wat volgt. Onder andere Volendam staat op degraderen met hun 2 punten. Oh, Delta heeft er trouwens 5. Want Eido werd nog 10e. En dan moet ik even kijken naar de teams die dan niks hebben. Uithoorn heeft helemaal niks. En Willebrod. Uithoorn en Willebrod. Het is hier echt extreem warm. Maar goed, de kachel staat uit. Het komt allemaal door dat lampje. Teven, wat is het warm. Oh jongens. Ik heb ook echt kapot veel buikpijn. Het hele gezin is zo wat ziek. Eker had het nog maar net. Eens even kijken. Niels van Eker, Arjen Porlei, Bas van Bellen, Perry Freiters. Dat wisten we allemaal al. We gaan naar de laatste etappe wat betreft de eerste competitie. Zo, jongens, ik zie een hele hoop mensen in de sprek, in de chat. Maar nu is het zaak, zeg de volgende etappe die jullie willen. Ik zie een hele hoop gelul in de chat. Ik zie dat de mensen op fanbezoek komen, gezellig. Dat Arjan blij is met 7e en 10e. Dat Tiel weer een nieuwe prof erbij heeft. En de vraag of er ook buitenlandse teams inkomen. En dat antwoord is nee. Maasvallei is bij deze gekozen. Maasvallei, ja, alles is duidelijk, het is Maasvallei. Topklas. Maas. De laatste etappe van deze livestream, dames en heren. Ik heb nog andere dingen aan me over deze avond. Dus vandaar, het gaat snel, ik weet het. Dit is al bijna een half uur voorbij. De etappes gaan met name snel, dus dat is mooi. Dan hoeven we daar niet 2 uur lang aan te besteden. We hebben al bijna weer een hele competitieronde op zitten, om het zo maar even te noemen. Deze is alweer geladen, gaat lekker. Hoppakee. Oké, dames en heren. 35 kilometer over heuvels en dingetjes. En de kopman, de man die je grootste favoriet is vandaag, is Casper van Uden. Admin Koster volgt hem, heeft meer heuvels. Edo Maas, Victor Broeks en we hebben Nathan Rijsdijk. Die kunnen heel goed over de heuvels. Tim van Dijk kan het ook nog wel, maar dat heeft alles te maken met zijn mountainbike skills. Wessel Krul is nog zeker iemand die je in de gaten moet houden. Ik zag Sten Verzel altijd per ongeluk aangeklikt, maar... ook hij, nee, grapje. Swouter Zwaan is er ook nog iemand met 70. En dan MFG. En de jongeren hebben 2 promovendums. Zitten daar dan toch maar even leuk nog tussen. Dus dat is dan helemaal mooi. Ja, Philippe had hem al klaarstaan. Wat een beast. Nog 11 subs te gaan. Dat is echt al een paar weken lang zo. Mijn subs gaan niet bepaald snel. Maar ik wil dat gaan veranderen. Ik begin morgen ook überhaupt met een... überhaupt. Ik begin morgen gewoon met een vlog. Dat gaan jullie dan nog wel zien. Speciaal iets van een leuk vlogje. Eerst even kijken. We hebben Daantje Kool in de kophoek. Dat is toch een verrassing. En Nick Brabant. Die dat ook nog eens echt zo'n massasputterd is. En Arno Telleren, die heeft alleen een marsputs te maken. En kijk dan, Daan Kool heeft een lekke band. Of een val zelfs. Van hem. Dus dat is meteen al pech voor Avanti. De kampioenen. De nummers 1 in de serie. De nummers 2 zijn MVG. En nummer 3 is Engeland. En we zien meteen al van het peloton. Kijk, je hebt gewoon heel veel moeite met de... bijhouden. Nee, dit is niet moeite hebben met bijhouden. Dit is een valpartij.
Het is een valpartij geweest en deze man legt het loodje. Wessel Krul, meteen iemand met 71 heuvels, valt in de afdaling. En deze man is in ook gevallen. Tenminste, deze man dan, Mick van Dijken. Hij is gevallen en dan komt zijn hele team erbij om hem terug te brengen. En zien we hier Krul nog steeds langs de kant staan, verstijfd, wachtende op de bevenwagen. Tim van Dijken zit er ook nog steeds bij, die heeft gewoon 72 heuvel. Dus ik snap niet waarom Middelkamp hem nou alleen achterlaat en dan met z'n allen op die Tim van Dijken gaan. Kopgroep hier begint grote kansen te krijgen. 2:22. Goedemiddag. Dat is een flink gat hoor. En we gaan nu naar de volgende beklimming. Dat is nu een feit. Gaan we toch maar even kijken. Peloton bestaat nog steeds uit 47 man. De kopgroep heeft nog steeds 2 minuten. We zien dat toch Middelkamp. Ja, oei oei oei. Die hebben gewoon. Die gaan gewoon heel veel moeite hebben om het dicht te krijgen. En hier het peloton. Hier het peloton met onder andere Bob Marcus. Moet ik het wel goed zeggen? Geen Barry zeggen. En we zien nu dat één iemand het loodje legt. En dat is Daantje Kool wederom. Die is kapot. Die moest terugkeren na een val. Die heeft nooit lekker in de wedstrijd gezeten. Maar had toch deze omloop van de Maaslei tegen alle verwachtingen in kunnen winnen. Maar hij wint hem niet. En dan ineens komt het peloton ook snel. Want dan ineens is het gat tussen de koploper van peloton Ivar Immerseel en de koploper in de wedstrijd Nick Brabander. Nog maar 1,5 minuut. En dat met 15 kilometer. 1 minuut per 10 kilometer. Zo geldt de gouden commentaarsregel. En als ik die hanteer, dan zouden ze het net halen. Maar met een heuveltje nog erbij en met een goed meewerkend peloton halen ze het niet, wat mij betreft. Maar dan moet het nu wel snel omlaag gaan, want inmiddels gaan de kilometers al omlaag. Maar het verschil in tijd niet. En zo ga ik natuurlijk wel redden. Nog 2 man op kop. Het is Arno Tellegen die de kans van zijn leven voelt. 1 meer heuvel dan Nick Brabander. Ze komen nu naar een klein knikje. Een klein stukje omhoog in het mooie, vlooiende landschap hier in Limburg. 2 man op kop, 2 man op een missie. Brabander en Tellegen. Het verschil, 1:13. Daan Kool is ingelopen. Het avontuur van hem zit er alweer op. Maar 45. Maar het peloton gaat knijterhard, maar ook voorin. En ze kunnen gewoon keihard rijden. Kijk maar eens naar die ride. 67 en dit 72 ride van Nick Brabander. Dat zijn gewoon goede stats. Daan Hoeks, kan hij dan de renner en engel zijn voor de Amstel? Die natuurlijk met 7 man hier zijn. En wat het gewoon 8 zelfs. Omdat het gewoon een heel goed, sterk, breed team is. Een hele brede selectie. Een heel goed team. Ze zijn altijd met heel veel vertegenwoordigd. En op deze heuvel gaan ze op de pedalen staan. En is in 1 keer het gat dicht. Oei, oei, oei. Sterk staaltje van de Amstel. In 1 keer. Pats, boom. Weg, kopgroep. Met nog 7 kilometer te gaan. En lijken we af te streven op een massaspurt. Want er is niemand die nog zegt van ik ga er vandoor. Toedeledokie. En dus hebben wij 34 man niet gaan uitvechten. Oeh, Kasper van Uden even met de schijnweging. Dacht even van oh, ik ga het toen toch weer niet. En toen deed hij het toch niet. Mensen zeggen, ga weer PCM uploaden. 28 man, of wat is er vanmorgen gebeurd? Valpartij of zo. Ik zit gewoon in de chat te kijken. Yo, daar kom ik van Dijken. Die moet nog terug proberen te komen. Maar die gaat hem met zijn sprint echt bij lange na niet redden. Dit gebeurt heel vaak. We valt het stil. Terwijl we nu de laatste 2 kilometer zitten. Bodido Grosso op kop. Adne Koster, die moet de onder van de Maaslei al gewonnen hadden, hebben hiervoor, dacht je toch. Maar die kan hier alsnog gewoon winnen in de sprint. Adne Koster in de sprint. En Asserode komt hier met allemaal. Maar die gaan geen top 10 pakken met andere mensen. Nee, het is alleen Adne Koster die wint. Maar dat maakt niet uit, want hij wint hem gewoon voor Lennart Rijten. Nee, voor Menno Broeks. Oeh, die had erbij moeten zijn. Lennart Rijtenbach wordt 3e. Mees Willemsen 4e. En 5e wordt ook nog eens Ivar Immerseel 6e. En Enzo Leijnsen en 7e Victor Broeks. En dus doet de Amstel hier eigenlijk de beste zaken. Dan hebben we Kasper van Uden, Verzel en Duivenstein die het rijtje afronden. En dan hebben we toch kunnen we gerust zeggen dat de Amstel hier echt al meteen echt heel veel punten pakt op weg naar het kampioenschap. Ga ik alle standen even bijwerken. En komen we zo dadelijk bij de conclusie van vandaag. Wat hebben we gezien? Wat is er gebeurd? En wat leidt dat tot de tussenstand? Oei, de Amstel zeg gewoon 5, 6, 7 en ook nog eens tweede natuurlijk. Ja, dan heb je gewoon een brede selectie en dan maak je er gewoon optimaal gebruik van. Oké, we gaan weer de punten bij elkaar tellen.
En dan gaan jullie met mij meekijken. Dat is denk ik net even interessanter. Dus monitor capture weergave. Als het goed is, doet hij dat nu. Gaan we naar Excel. En gaan we dus weer intypen. En dan zien jullie ook gelijk de andere standen nu zelf gewoon eventjes op papier staan. Eens even kijken. We beginnen met de assenroden. En dan begin ik even hier een assen op. 10 punten, verder niks. Dan door met de Amstel. Met Menno Broeks die 9 punten pakte. En dan ook nog eens 11 en 4 is 15. En 9 is in totaal 26. Kijk, daar haal je meteen al zowat een heel kampioenschap mee binnen. Kijk maar eens, 38 punten was de vorige keer. Dan had je al derde mee geworden met 26 punten. En ze hadden er maar 24 in het vorige seizoen. Nu pakken ze in één keer 26. What the fuck? Kijk, Volendam had er maar 21. Nee, Emeland had er dan 32 toen ze kampioen werden. Daar had je al mee gepromoveerd. Maar goed, daar gaan. Dat is natuurlijk ook omdat er meer teams meededen daar. Ahoy. Pakken met Verzel ook nog 2 punten. Dus in totaal ook 10. En zo zie je maar, als ze wint wel leuk. Dat is natuurlijk echt iets wat heel erg bijzonder is voor ze. Gewoon, het is niet bijzonder, maar wat wel toch best wel een prestatie is. Dat is dan leuk voor in je palmares. Maar uiteindelijk voor het klassement gaat het niet eens zozeer om binnen. Want ook bijvoorbeeld Harding komt gewoon op 10 punten. Dus hebben we heel veel gelijke standen en wordt het nog spannend op het kampioenschap. Maar dan nu. Nu komen we bij de strijd der degradatie. Want wie zien we nu? We zien Westland pakt nog een punt. Maar het is eigenlijk gewoon doordat Amstel zo ontzettend veel mensen had, hebben we eigenlijk gewoon nog heel veel teams die gewoon niet aan te pas zijn gekomen. We noemen een NWVG, we noemen een Middelkamp, we noemen een Jonge Renner. En dan hebben we nog 2 teams over die er niet aan te pas zijn gekomen. Avanti natuurlijk ook nog. En Wielerzone. Die hebben allemaal 0 punten. En er degraderen natuurlijk maar 2 teams. Dus mocht dit nu het einde zijn geweest, dan hadden we gezegd, gekeken naar de rest van de uitslag. Dus dan hadden we gezegd van, we kijken Volharding, Westland, Avanti. Dus die zijn dan sowieso niet gedegradeerd enzovoort. Maar goed, het valt me toch wel op dat ook hier alleen maar Avanti er nog tussen staat. Dat de rest gewoon geen gevelden of wegen te bekennen is. Dus die waren er gewoon niet vandaag. Dames en heren, ik bedank jullie voor het kijken naar deze livestream. Hij was kort, hopelijk wel krachtig. Ik bedank jullie. En kijk, Rood Duivenstein is er nu ook. Maar ja. Even kijken. Jongens, bedankt weer voor het komen. Ik zie het op 6 kijkers zitten. Likes kan ik vanaf hier even niet zien, maar dat zal vast ook wel goed zitten. Ik bedank jullie en tot de volgende keer. Joejoe!